Ik ben Harriet van der Struik. Ik ben al een aantal jaren vrijwilliger voor Europa Kinderhulp, afdeling Brabant. En we zoeken nog gastouders om de ongeveer 1300 vakantiekinderen die elk jaar op vakantie komen, een leuke vakantie te bezorgen. Ik wil graag via de website van Caritas Oost-Europa Schijnen wat meer vertellen over het kinderthuis in Sanjok. Daar leven 43 kinderen. En ik wil graag door middel van de website van Europa Kinderhulp uitleg geven hoe je zich als gastouder op zou kunnen geven. De procedure als je vakantiegastouder wilt worden. Je kunt je opgeven via de site www.europakinderhulp.nl. Als je je opgegeven hebt, dan krijg je eerst een telefoon. Er wordt een datum gepland. Je krijgt bezoek van vrijwilligers die eigenlijk bij je thuis komen kijken of dat het huis wel geschikt is. De regels zijn heel soepel, maar als mensen bijvoorbeeld midden in de verbouwing zitten of wonen aan een heel drukke weg, dan worden die dingen natuurlijk wel genoteerd. Er wordt wel gekeken of dat het geschikt is voor kinderen, maar de eisen zijn niet zo streng dat het helemaal kindvriendelijk ingericht moet worden. Maar er wordt natuurlijk wel gevraagd dat mensen ook logisch meedenken. Als we bijvoorbeeld een groot zwembad aan huis hebben en er komen kleine kinderen te logeren, dat het zwembad dan ook beveiligd is. Als het veilig is, dan wordt eigenlijk naar gekeken. Er wordt ook aan alle bewoners van boven de 18 gevraagd om een bewijs van goed gedrag bij de gemeente aan te vragen. Nou, voor de meeste mensen is dat gelukkig geen probleem. Als de papieren daarvan in orde zijn en de bezoekers vinden het positief dat er een kind geplaatst kan worden, dan is het als de vakantieperiode nadert, wordt er gekeken van wat voor soort kind. Dat gaat eigenlijk op informatie van de vakantiegastouders en de informatie van de uitzendende organisatie die de kinderen heeft. Ja, ze hebben een beetje ervaring met het soort kind, met de soort ouders. Ja, maar ook... Je hebt die heb je. Dus, maar er wordt ook bijvoorbeeld gekeken als je... Kan je de website ook zien hoe het voor aanmelden? Ja. Even kijken, dat je het aanmeldt. Eerst ga je dus het aanvraagformulier invullen. Ja, dan ga je invullen. En dan nemen de mensen contact met u op. Kun je versturen. Nou, en dan wordt er contact opgenomen. En dan krijg je een intakegesprek. En dan krijg je een intakegesprek. En dan, als alles positief bevonden is, dan gaat dat gewoon gebeuren in de vakantie. Maar als je bijvoorbeeld kinderen van 14 en 12 hebt en je wilt bijvoorbeeld graag een meisje of een jongen, kun je nog opgeven. Een kind in bijvoorbeeld de leeftijdsgroep van 4 tot 8 of ook een kind in de leeftijd van 8 tot 12. Dan kun je opgeven. De kinderen die komen, die zijn eigenlijk tussen 4 is al heel erg jong, maar tussen de 6 en de 14 jaar. Okay, ja, je kunt ook donateur worden. Informatie krijg je thuis gestuurd over Europa Kinderhulp, dat is contact. En je kunt ook doneren als je zegt ik vind een goed doel. Nou, dan kun je zeg maar een donatie overmaken. Ja. Als je gasthouder bent, dan houdt in dat er 3 weken een kind bij je op vakantie komt. En dat je dan eigenlijk hoef je daar niet speciaal voor allerlei attracties te gaan bezoeken of gekke dingen uit te halen. Het is vaak de kinderen die hebben thuis geen goede situatie en komen tot rust doordat jij ze gewoon mee laat draaien in je gezin. Ochtends gewoon iedereen aan tafel zitten om te ontbijten en s'avonds bij het avondeten ook alle mensen aanwezig zijn. Ze zijn dus eigenlijk 3 weken een kind van de ouders. Ja. Zeg maar. Ja, je zorgt 3 weken voor en dan loopt het gewoon mee in het gezin en dat is eigenlijk de manier waarop dat werkt. Het eerste jaar mag je ze niet mee naar het buitenland nemen en als kinderen vaker komen zou er wel een mogelijkheid zijn. Maar het is eigenlijk gewoon heel fijn voor die kinderen dat ze gewoon eens thuis zien van hoe dat gezinnen draaien. Het is eigenlijk het doel van Europa Kinderen. Dat zijn weeskinderen, hè? Nou, het zijn niet allemaal weeskinderen. Uit Roemenië zitten wel weeskinderen tussen. Andere landen zitten misschien ook weeskinderen tussen. Maar het zijn vaak kinderen die thuis een hele moeilijke situatie hebben. En worden geselecteerd door de kinderbescherming en voorgedragen om eens 3 weken ergens anders zijn zodat of de ouders tot rust komen of hunzelf. Het kinderthuis is een tehuis in
Roemenië in San Job. Dat is een heel klein plaatsje vlakbij de grens. Oradea, dat is een grote grensplaats. En bijvoorbeeld Stichting Caritas Oost-Europa Schijndel, die is daar al jaren bij betrokken. Dus hulpgoederen naar het kinderthuis brengen. Maar er is ook de Abdij van Melk, dat is misschien sommige mensen wel bekend. Is er ook bij betrokken. Dus eigenlijk een beetje internationale leiding. Dus dat is natuurlijk wel fijn voor die kinderen dat er meerdere landen bij betrokken zijn en voor hun ook meer mogelijkheden creëert. Maar die kinderen waar we het nu over hebben die naar Nederland komen, die komen uit Roemenië? Die komen, deze kinderen, daar zoeken we ook gastouders voor, die komen van 15 juni tot 5 juli en die komen uit Roemenië. En dat is dit weeshuis waar we nou van, ja. Zijn daar foto's van? Er zijn foto's van, even kijken. Kun je nog eens meer laten zien? Ja. Op deze foto zitten ze allemaal lekker te eten. Ik heb hier, dit is een foto waar de kinderen wonen. Dit is het weeshuis? Ja, het weeshuis is verdeeld over drie thuizen. Hier wonen de kinderen van tussen de 4 en de 14 jaar. Er is ook nog een ander huis, dat is een kleiner huis, daar wonen de allerkleinste. Die wonen hier, dus dat ze toch een beetje verdeeld zijn. De allerkleinste hebben weer andere aandacht nodig. En er is nog een groot huis en er wonen ook grotere kinderen. En hier in de grotere kinderen, die leren hier om zelfstandiger te worden. Ze moeten soms zelf koken en alle dingen meer. En dat valt onder Caritas? Nou, Caritas is een ondersteunende organisatie die dus hulpgoederen levert aan het kinderthuis. En die ook vertegenwoordigd wordt in het bestuur van het kinderthuis. Bedankt voor het kijken en ik hoop jullie van de zomer als vakantiegastouder te ontmoeten. Tot ziens!